ben onderweg naar Annemiek Nuyens. Annemiek staat op nummer 3 van de kieslijst van het CDA en ze bakt altijd zelf haar brood. En vandaag mag ik komen helpen. Het bakken van een brood is een aantal ingrediënten die precies moeten passen. Doe je te veel zout in dat brood? Doe je te weinig gist in dat brood, zal het niet rijzen. Dat allemaal samen, met de juiste behandeling, maakt een heerlijk broodje. Waarom zeg ik dat? In de politiek is het precies hetzelfde. Je kunt van alles willen, je moet de zaken afpassen naar vermogen, zodat je een goed resultaat krijgt. Daar gaat het om. Ik pak een klein beetje bloem en die strooi ik op het aanrecht. Kijk, brood moet alle dagen. En niet iedereen zal zich zoveel moeite willen getroosten, maar ik wel. Doe ik in de politiek ook. Kost heel veel tijd. Kost heel veel moeite. Soms is het ook teleurstellend, maar je blijft volhouden. En uiteindelijk geeft het resultaat. Het brood zit al enige tijd in de oven. Eens even kijken of het goed gaat. Jullie kunnen het niet ruiken, maar dat ruikt echt ongelooflijk lekker hier. We gaan het brood nu uithalen. En kijk, het resultaat. Een goede afweging van argumenten. Een goed beleid. En zie wat je kunt fabriceren. En nog één ding. Brood maak je om te delen.